Naast een kleurrijke taart heb ik hier aan tafel twee heel kleurrijke mensen. JJ en Joost. Ja. Joost is de oprichting van een agency voor drag queens. En jij, prachtige drag queen. Dank u wel. Ziet er prachtig uit. Dank u. Vertel het verhaal, want het gaat volgens mij zo dat jullie manier van uiten veel meer vanuit underground nu naar performance aan het groeien is. Klopt dat? Ja, ik denk dat de gay scene altijd wel een beetje underground geweest is. En de laatste tijd wordt het veel commerciëler. Het gaat ook steeds beter de kant op. En ook drag queens daarin krijgen een steeds grotere rol, ook in cultuur en in entertainment. Zowel het nachtleven, maar ook op televisie, et cetera. Absoluut. Ja. Hebben jullie de laatste tijd problemen gehad met optredens door de coronatijd? Bij mij is het zo dat eigenlijk vanaf maart tot eind september alles gecanceld is. Alles? Alles, ja. Volledig. Ja. Ja, voor ons eigenlijk allebei. Ik werk zelf ook als drag queen. En we hebben natuurlijk meerdere meiden bij ons bij de agency werken. Ja. En we merkten eigenlijk dat op de een op de andere dag eigenlijk al onze optredens weg waren. We werken veel in het nachtleven. Ik draai zelf bijvoorbeeld ook als DJ. In het nachtleven, in clubs, maar ook heel veel op festivals waar we evenementen hosten, podia hosten. En dat is eigenlijk allemaal weg. Ja. Met voorlopig ook geen vooruitzicht, geen vooruitzicht wanneer het weer komt. Ik werk zelf ook veel in het buitenland, dus ik zou eigenlijk dan 5 maanden residency doen op Mykonos. En dat is eigenlijk allemaal klaar, want er wordt niet gereisd. Het is niet veilig om te reizen, het is een heel klein eiland, mensen kunnen er niet naartoe. Dus ja, het is geen vooruitzichten zover. Nee. Dramatisch. Jammer, ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Maar het houdt jullie, naar ik hoop, niet tegen in... Zijn jullie met nieuwe plannen bezig? Ja, dat is ook ons ding. We zijn creatief. Dus we gaan altijd op zoek naar de creatieve oplossing. En we gaan altijd kijken naar wat kunnen we dan wel doen om ons nog steeds bezig te houden. En daarom ben ik ook zo blij met de agency dat ik daarbij heb aangenomen. Die zijn ook keihard voor ons bezig ook daarin. Ja. Absoluut. Heel goed. Jullie doen dat met z'n tweeën. Maar jij vertegenwoordigt een aantal mensen. Daar ga je zo ook voor tekenen. Absoluut. Hoe groot is de groep die je zegt? Wij zijn op het moment 11. 11? Ja, 11 mensen. Ja. Dus je gaat een handtekening zetten voor 11 mensen en daarna ga je voor ons optreden. Absoluut. Dan wil ik je nu vragen om die handtekening te zetten. Zeker. Voor 11 mensen. Dus ga naar het bord, zoek of er nog een plekje is. Zeker, gaan we vinden. En dan hoop ik heel erg van je te kunnen gaan genieten. Inmiddels gaat bijna de teller dan voor, mogen er 11 deelnemers bij. Ze staan nu op de teller. En daar gaan ze. Ja, dan wil ik je graag het podium geven. Zeker, dank u wel. Dank je wel.